What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag ga ik beginnen aan een hele nieuwe serie samen met jullie. Yep, de serie heet Challenge Me en in deze serie kunnen jullie, mijn kijkers, challenges insturen voor games die ik moet gaan halen. Het mogen natuurlijk games zijn die ik al eerder op mijn kanaal heb gespeeld, maar dat hoeft niet. Voor de eerste Challenge Me heb ik een uitdaging voor Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch en dat is deze. Je hebt Tom voorzien je. Jij vraagt aan mij in Mario Kart 8 Deluxe om geen power-ups te gebruiken, dus Nou kunnen we het voor onszelf makkelijk maken door deze challenge op 50cc te doen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. We doen hem gewoon op 150cc. En een aantal van jullie vroegen aan mij of ik Link wilde gaan gebruiken, dus dat gaan we ook doen. Oké, dan moet ik dus een kart hebben die een hele goede acceleratie heeft, want ik ga waarschijnlijk best wel vaak geraakt worden. Deze heeft goede acceleratie en dan ook nog een redelijk hoge speed moet ik hebben. Ik denk dat ik voor deze moet gaan. En dat deze Hylianse vlieger, dan is Link helemaal in zijn eigen stijl. En om nog meer in zijn eigen stijl te krijgen, gaan we voor deze Triforce beker, die gaan we doen. Let's go! Oké, we beginnen op Wario's goudmijn. En ja, ik mag dus geen enkele power-up gebruiken. Oh, en ik heb nu ook geen superstart gebruikt omdat ik niet op zit te letten. Ik mag nog wel natuurlijk gewoon boosten, zo. Dus ik moet het echt van mijn snelheid gaan hebben. En ja. Ik kan natuurlijk wel de power-ups oppakken, dat mag wel. Maar ik mag ze... Oh, nee! Het is even wennen aan deze kart, jongens. Het is even wennen aan deze kart, maar dat komt goed. Het gaat helemaal... Nee, wat doe jij? Wat doe jij? Ja, dan krijg ik die natuurlijk... Oh, nee, dat valt mee. Ik dacht dat ik die ook nog op mijn kop zou krijgen. Ik mag wel muntjes oppakken, maar ik mag niks gebruiken. Oké? We staan nu eerste. Wat? We staan gewoon eerste. Oké, dat ging best wel makkelijk. Terwijl ik nog van de baan ben gevallen ook. Ik moet even een beetje wennen aan de manier waarop deze kart boost. Ja, nu ga ik geraakt worden door een rood schild, want ik mag mijn banaan niet gebruiken. Dan staan we gelijk tweede. Hoppakee, klein beetje boosten. En ik zie daar Panda Mario. Mario in zijn panda pak. En ik wil hem zo graag raken. Maar dat mag niet. Gaat op het randje. Je ziet het, jongen. Dit wordt nog best wel een lastige challenge, hoor. Want we gaan nu als tweede gaan we ronde 2 in. Het boosten met deze kart heb ik... Ja, het gaat nog niet helemaal lekker, moet ik zeggen. Ik moet er echt even aan wennen. Nu moet ik hier dus niet de boosten... te vroeg inzetten, wou ik zeggen. Maar we worden geraakt door een bliksemschicht. Ja, oké, dan moeten we er nu langs. Yes, oké, nice. We hadden de binnenbocht. Panda Mario rijdt achter ons. En dan... Oh, nee, kijk uit voor die vleermuizen, Link. Oké, nice. We hebben lege muntjes. Ik pak gewoon de dubbele vraagtekens, zodat mijn tegenstanders die in ieder geval niet kunnen pakken. Muntjes en een banaan. Maar ik mag het allemaal niet gebruiken. En ik vergeet ook nog eens te boosten op dat platformpje. Maar maakt niet uit, dat gaat tot nu toe redelijk lekker. Gaan we even onze... Ja... Die power-up mocht ik wel gebruiken, want daar lag een power-up gewoon op de weg. Die twee speed toads, die had ik wel mogen gebruiken. Oh, daar ligt er nog één. Ja, dan moet ik hem wel pakken. Oh, nee. Wat doe ik? Nee, ik had zo'n grote voorsprong. En nu verpest ik het. Nee. Oké, dankjewel. Dankjewel dat je me even in mijn rug rijdt, want nu kan ik gewoon lekker door. Oké. Zoals je ziet, krijgen we straks voor de finish zeker een blauw schildje. Oké, we gaan... Nou, liever nu dan net voor de finish. Man! En nu worden we zeker weer ingehaald. Oh, jij hebt ook nog een toeter, jongen. Je hebt ook nog zo'n... Oh, die gebruikt hij nu. Nice. Oké, als het goed is gaan we er nu misschien wel langs. Deze kan ik ook pakken. Gaan we even in zijn slipstream zitten, proberen. Nee, lukt niet. Nou, dan gaan we gewoon boosten door de bocht heen. Moeten nog wel eerst proberen te worden, jongens. Dit is de laatste. Nee, dit is de laatste bocht en hij gaat langs ons. Kunnen we nog de binnenbocht pakken? Ja! Lekker hoor. Oh, dit was echt zo close. We gingen echt precies tegelijk de finish over. Maar we hebben het gered. We zijn eerste in de eerste race. Voor deze tweede race zijn we op Rainbow Road. Een beetje de old school Rainbow Road. En ik moet wel zeggen. Ik moet het beter kunnen hoor, dan mijn vorige race. Dat ging nog niet... nee, wat doe je? Zo! Daar gingen we echt bijna vanaf. We werden er bijna vanaf geboxt door... Hoe heet die gast ook weer? Ik weet gewoon eens hoe die heet in nummer 2. Ik moet echt wennen aan deze kart! Wat de heck, waarom? Oké, deze speedup ga ik niet pakken, want dan vlieg ik alsnog weer van de baan. Af en toe snijdt hij echt zijn bocht super scherp aan deze kart, jongens. We staan nog steeds eerste. En jullie weten het, ik mag geen power-ups gebruiken. Dus deze banaan mag ik niet gebruiken. Ik mag wel muntjes pakken. Oh shit, ik heb de verkeerde kant gekozen. Oké, we reden er net goed langs. Oké, hier moeten we door het midden heen rijden.
Oké, we staan eerste. Panda staat achter ons en daar zit ook volgens mij die Bowser gast nog achter. Kijk, ze zitten best wel dik achter ons hoor. Ga ik nu de goeie? Yes, ik pak nu de goeie. Oké, nu deze en dan boosten. Nee, er komt weer een blauw schild aan. Ik hoorde het al. En een rood schild eroverheen. Nu staan we tweede. Nee, we staan tweede. Kom op, haal hem in. We kunnen dit jongens, we kunnen dit wel. Kijk, deze bocht kan ik wel... Nee! Waarom een rood schild? Ah, man. Dit is echt gemeen, jongens. Ik reed al geen eens eerste en nu kregen we gewoon nog een rood schild op ons. Oké, dit wordt een lastige. Dit wordt echt wel een uitdaging. We rijden op dit moment vierde. Er rijdt voorlopig nog niemand echt achter ons. Deze panda gaan we inhalen, Panda Mario. En dan rijdt alleen Boo nu nog voor ons. Die moeten we ook wel kunnen pakken. Ja, ik heb een rood schild, maar die mag ik niet gebruiken. Dus dat ga ik dan ook niet doen. Hij rijdt lekker over een banaantje heen, jongens. Oh, dat hadden we echt geluk. En dan hoop ik dat dit goed blijft gaan. Ik ga hier weer langs de zijkant. Ja, want ik dacht al dat die timing echt verrot zou zijn. Dan mogen we hier heel scherp door de bocht heen. Nice. Ik ga nu langs deze kant. Dat moeten we wel redden. En ik heb geen tijd om achter me te kijken. Ofwel, ja, dit gaan we redden. Yes. Bam. Race 2, ook eerste. Hoppakee, niks aan de hand. Geen power-ups, jongens. En we zijn al twee keer eerste geworden. We staan eerste. Lekker. Oké, de derde baan is Toad's Pool Base. En ik moet zeggen, dit is niet mijn favoriete baan. Ik ben hier niet echt heel goed in. Ik heb deze nu twee keer gespeeld, volgens mij. En ik win hem dan wel vaak, maar ik vind hem gewoon lastig ofzo. Ik weet niet wat het is. Dit is niet mijn favoriete baan. Maar maakt niet uit. Ik vind die Dolphin baan uit volgens mij de Flower Cup, volgens mij, die vind ik nog wel vervelender. Dus we gaan het er gewoon mee doen. We zijn al twee keer eerst geworden, dus wie zegt dat we niet nog een keer gewoon eerst kunnen worden? Ga weg, Panda Mario. Ik wil mijn banaan op je hoofd gooien, maar dat mag niet. Nou, leuke challenge jongens. Ik vind het wel tof dat we dit aan het doen zijn. En ondertussen worden we echt... Wie was dat? Dat was Panda Mario weer. Oké. Oh. Kijk, dat bedoel ik. Deze bochten zijn allemaal zo raar hier zo. Past ook niet echt bij mijn speelstijl, want ik heb liever gewoon een beetje haakse bochten waar ik zo doorheen kan boosten. We gaan als nummer 4 de finish over in de ronde 1. We gaan nu maar lekker deze groene kant pakken. Oh, er komt wel een blauw schild aan, dus daar hebben wij wel voordeel aan. Terwijl we echt keihard voorbij gereden worden nu door die Bowser gast. Die Monty heet die volgens mij. En dit gaat allemaal zo moeizaam. Ik had misschien beter even achter hem kunnen blijven rijden. Nu ga ik gewoon lekker hier op deze groene baan. Volgens mij is die wel wat fijner dan die gele baan. Kijk, dan kunnen we in ieder geval hier even tempo maken. Ja, voor mijn gevoel gaat dit zo langzaam allemaal. Ik weet niet wat het is, maar voor mijn gevoel gaat dit heel erg langzaam. Oké, dit gaat lekker. En speed. Juist, lekker hoor. Gaan we ronde 2 dan gewoon als eerste over de finishlijn? Yes, ronde 2 gaan we als eerste over de finishlijn. Dus pakken we gewoon weer grotendeels dezelfde baan nu. Weer de groene baan. Die was toch even wat lekkerder dan de gele baan voor mij. Hoppakee. Pak muntjes op. Nee, waarom krijgen we nu een blauw schild? Nee, dat is echt gemeen. Oké, maar ik stond wel al super ver voor. Hoe heb ik dat gedaan? Ik stond echt in één keer heel erg veel ver voor. Maar dat maakt niet uit. We moeten op blijven letten. Want ik zie nu helemaal niks. Hier kunnen we boosten volgens mij. Ja, zo. En nu heb ik geen idee waar ik naartoe ga. Ik zie niks. Ga weg. Stom ding. Oké, nice. We hebben weer een boost. Nog een boost. En nog een super boost. Nee. Oh shit. Ik dacht dat we echt door dat rode schild geraakt zouden worden, jongens. Midden in de lucht. En dan zouden we ook van de baan vliegen. Maar we hebben het weer gefixt, toch? Lekker. Weer eerste geworden. De derde race ook eerste. Zonder power-ups. Wauw, we gaan echt super nice. En dan hebben we dus nog één race te gaan met 45. De maximaal aantal punten hebben we tot nu toe gehaald. Lekker. Oké, de laatste race in deze cup zal zijn op Hyrule Circuit. En de muntjes die zijn hier dus vervangen door rupees. Hier voelt Link zich thuis. Dit is Link's thuisland. Dus dat is helemaal leuk voor hem. En normaal gesproken is dit wel een baan die mij ligt. Want hier zijn, je ziet het al, heel veel bochten. En heel veel bochten waar je ook lekker doorheen kan boosten. Zo. Dus ik hou wel van deze baan. Dus altijd wel, ja, het past wel bij mijn speelstijl. Dus ik hoop dat ik hier ook gewoon eerst ga worden. Het zou echt super tof zijn als we gewoon even deze cup perfect af kunnen sluiten. Met 3 keer eerste. Dat zou echt, of 4 keer eerste zelfs. Dat zou echt super lekker zijn. We moeten even uitkijken. Dat we niet, kijk, dat dacht ik al.
Dat zat er al de hele tijd aan te komen. Nee, en ook nog een rood schild. Oké, hoeveel schild? Nee, niet nog een rood schild. Come on. Ik ben echt nu een beetje uit mijn concentratie hoor. Door al die rode schilden en al die banaantjes die we op ons hoofd krijgen. Kijk, lekker. Deze bocht snijden we lekker aan. Nee! Wat is die gast aan het doen, jongen? Wat is die gast aan het doen? Ik wil hem zo graag terugpakken nu met power-ups, hè. Ik wil zo graag een schild tegen zijn hoofd schieten. Maar ja, dat mag niet. Dat is nou eenmaal de challenge. We zitten er nog gewoon lekker bij, hoor. We zitten er nog hartstikke goed bij. We rijden tweede. Nu rijden we weer derde. En deze binnenbocht pakken we. Hoppakee. Nee, niet weer de rood schild. Oh, nice. Die is weer niet voor ons. Nice. Oké, dan rijden we nu achter... Dit is zo vals. Ik reed super lekker achter Boe aan. En dan wijkt hij opeens uit of zo, waardoor we heel raar tegen hem aanknallen. We moeten nu goed hier juist naar binnen snijden. En dan gaan we nu hier naartoe. Zo, nice. En door de bocht te boosten. Dit is lekker een scherpe bocht. Hou ik van. Nog een scherpe bocht. Hoppakee. En nog eentje. Yes, dit gaat lekker. Dit gaat super lekker. Oké, het einde van de ronde 2 was goed. Nu krijgen we wel een rood schild. Ik mag hem niet blokken met mijn banaan. Dat is nou eenmaal de challenge. En dan worden we ingehaald. We moeten wel even een stokje voor gaan steken, jongens. Dat we niet. Dat we niet te ver achter. Nee. Af en toe. Ik rijd altijd op motoren, hè. Ik rijd bijna altijd op motoren. Dus dit was wel even wennen. Dat ik nu opeens in de kart rijd. En je zag het. Ik maakte echt een gruwelijke fout daar in die bocht. Waardoor ik in één keer nu 5 rijd. Oh, er komt wel een blauw schild naar de nummer 1. Dat is positief. Kijk, hoppa. Hoppa, we zijn er bijna helemaal langs. Yes, nice. Oké, nu volhouden. Nu volhouden tot het einde, Link. Nu volhouden tot het einde. Deze bocht pakken. No. En dat was te gierig. Dat was te gierig. Nu zit ik helemaal niet lekker in deze bocht. Gaan we hem nog inhalen? Wat een bijna de perfecte race. Dan worden we die laatste race toch nog tweede. Maar het was zo close. Ik kan er niet tegen dat ik nou in de laatste race tweede ben geworden. Maar in ieder geval, we zijn wel eerste. Jullie zien het, we zijn wel eerste. Dus nu kan ik nog maar één ding zeggen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als je nou nog een challenge weet, zet het dan hieronder in de comments. Mag voor elke game zijn die je kan bedenken. En wie weet kies ik jouw challenge uit. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie later. Mazzel!